Tuurlijk! Goed hoor! Nodig zo!
Ja, kijk een beetje.
ongerust. We hebben gehoord van een staf die kwijt is geraakt en dat u daarmee allerlei oponthoud had onderweg. Maar ik vond het zo'n fijn gezicht om de boot weer om de hoek te zien komen varen en dat het allemaal goed is gekomen. En u heeft een heel aantal pieten meegenomen en ik hoop dat u ook een heleboel pakjes mee heeft genomen. Want ja, kinderen die zijn natuurlijk wel heel erg blij. Ik heb het gezien. U bent van boord gekomen en is het u opgevallen, Sint, hoe blij iedereen dan is om u weer te zien in het land. Als ik zie hoeveel foto's er zijn gemaakt, ja, dan zegt dat iets. Beste Sint, dan is echt, ik ervaar nu weer hoe belangrijk het is dat u uw komst hier op deze manier aan wal zet en het begin, toch het echte begin van het toeleven naar het grote Sinterklaasfeest. Beste Sint, u bent nu hier zeilen. Ik ben heel blij dat meneer Hammer u van boord heeft geholpen. En als ik het goed begrijp, staan hier beneden kindertjes en die gaan straks nog een dansje doen. Die gaan iets doen om de blijheid, om wat dat betreft nog eens extra te onderstrepen hoe fijn het is dat u er bent. En vorig jaar knarste de microfoon, maar dat hebben ze ook allemaal goed voor elkaar. Sint, u heeft het ongelooflijk druk. Want u bent nu hier, u gaat straks naar de Burcht. Ja, en ik denk dat iedere dag nu tot aan uw verjaardag, dat u vol zit met visites. Maar beste Sint, we gaan straks twee optredens krijgen, maar misschien wilt u ook nog, ja, ik dacht twee, wilt u zelf ook nog even iets zeggen tegen alle kinderen, maar niet alleen de kinderen. Er zijn papa's en mama's, opa's en oma's en iedereen is blij. En ja, sommige kindertjes, Sint, zag ik toch nog een traantje wegpinken, omdat ze het denk ik toch wel heel spannend vinden dat u er bent. Maar volgens mij hoeft dat niet, hè. Traantjes zijn niet nodig. Ik denk dat het heel goed is dat we een luid applaus geven voor de Sint. En dan geef ik de microfoon even aan Sint-Nicolaas. Allereerst natuurlijk heel hartelijk dank voor uw mooie woorden. Ik vind het ook heel fijn dat u er zelf bent. Doet ons genoeg ook dat u ook in Vollenhoven Sinterklaas welkom wil heten. En natuurlijk, kinderen, ik ben er natuurlijk voor jullie. En jullie hoeven helemaal niet bang te zijn voor Sinterklaas. Want Sinterklaas is het voor jullie. En toen ik aankwam, dacht ik, wat een mensen er onderweg. Ik wist niet dat Sinterklaas zoveel fans had. De staf is terug. De Piet is wat heen en weer gevaren. Maar gelukkig, uiteindelijk ben ik blij dat we ook in Vollenhoven zijn. En straks gaan we naar de Burcht. En ik zie ze al trappelen daar beneden. Jullie willen graag een showtje doen voor Sinterklaas? Ja! Heel graag. Heel veel succes. Ik neem aan dat iemand de muziek start. En dan wens ik jullie een fantastisch Sinterklaasfeest. Niet alleen vanmiddag, maar ook de komende periode. We'll be right back.
makkelijk te doen. Makkelijk te doen. Ik zie geen stoute kinderen, maar Sinterklaas... We hebben een stoute Piet. Ja, dat lijkt me wel. Wat moeten we daar aan doen, Sinterklaas? Dat is wel heel fijn aankijken. Nou? Zullen we samen even doen? Nou, laten we dat eens even doen. Uit de stoel. Goeie vond dat dit. Dag Sinterklaas, ik ga je een hand geven. Wat fijn dat u er bent. Ik ben ook heel blij dat ik hier ben. En wat een kinderen. Ik heb de staf, ik heb het boek. Heb je het boek? En ook het andere hulpstuk. Dat heb je ook een ander hulpstuk? Kijk eens. Jongens, wat is je hoofd? Hallo! Weet je jongens en meisjes, Sinterklaas die zit nou lekker. Dan ga ik ook vragen of jullie even allemaal op je billen willen gaan zitten. Want anders kunnen de kinderen achter jou niet zien. En dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. Op de billen, Sinterklaas, ja. Op de billen. Ja, dat lijkt me veel verstandiger. En dan kan iedereen het zien. Oké, de bril gaat er maar. Sinterklaas is al heel oud. Zo. Jongens, Sinterklaas. Wat goed dat u er bent. Wat fijn dat de pizza zijn meegekomen. Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Hoe gaat het? Ja, het gaat. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het gaat eigenlijk wel redelijk goed. Ze zeggen redelijk goed. Ja, want. Alle pieten gaan we meteen zien. Sinterklaas is heel druk geweest met een paar pieten. Eerst moesten we van de zomer met een paar pieten cadeautjes inpakken, pepernoot inpakken en andere pieten. Ze waren er wel, maar ze waren er ook niet. Dus dat was een beetje een probleem. Dat kreeg inderdaad een beetje als een probleem, Sinterklaas.